En natuurlijk om meer Rotterdammers te verleiden de fiets te pakken, wil je dat ze lekker door kunnen fietsen en niet voortdurend moeten stoppen en stilstaan of zelfs in fietsfiles terechtkomen. En de gemeente Rotterdam gaat dan ook de doorstroming voor fietsers verbeteren. Nou, de fietspaden moeten sommige plekken gewoon breder worden, omdat we zoveel extra fietsers de laatste jaren hebben gezien. En we gaan ook zorgen dat in sommige kruispunten fietsers meer groen licht krijgen bij de kruising, zodat ze makkelijker kunnen doorfietsen en minder lang hoeven te wachten. En als ik dan kies voor de fiets, dan wil ik natuurlijk op de plek van mijn bestemming wel kunnen parkeren. Maar de fietsparkeerdruk in Rotterdam die wordt steeds groter en groter. Heel storend dat er al fietsen staan die er al 20 jaar staan. Dat je dus je fiets niet kwijt kan. Centraal Station ben ik zaterdag geweest. Oh. Parkeerplekken creëren, dat is wat u betreft prioriteit nummer 1. Bij de markt kan je je fiets niet kwijt. Rotterdam gaat de gratis fietsenstallingen uitbreiden. We doen ook aan nieuwe prototypes zoals de fietsvlonder. Waar we parkeerplaatsen 1 of 2 opofferen om meer fietsenstallingscapaciteit mogelijk te maken. Dat is een experiment, kijken of dat lukt. En er komt ook ruimte voor de elektrische fiets en de bakfiets. Ja, de bakfiets en elektrische fiets moeten ook in de bestaande stallingen terecht. De elektrische fiets is natuurlijk nog veel duurder dan een gewone fiets. Dus je moet zorgen dat je die veilig kan stallen ergens. Dus we gaan zorgen ook dat daar betere aandacht aan kan worden besteed. In totaal heeft Rotterdam 30 actiepunten om het fietsen aantrekkelijker te maken. Daar zitten ook een paar innovatieve en ludieke ideeën tussen. Kijken bijvoorbeeld een regensensor bij bepaalde kruispunten. En als het giet van de regen, dat je iets langer groen licht krijgt als fietser. Dus dat je minder lang in de regen hoeft te wachten op groen licht. En het grappigste idee van de gemeente Rotterdam is misschien nog wel eens, als je deze Erasmusbrug hebt bedongen, dat je dan een applaus geeft. Woehoe!